luisteren. Dit is een richtlijn die gaat over patiënten. En ik kan dat niet genoeg benadrukken, want we hebben het natuurlijk in het kader van grensoverschrijdende gezondheidszorg ook altijd over een heleboel andere dingen gehad. Vrijverkeer van medische diensten, wat moet je met de markt in de gezondheidszorg. Daar hebben wij het nu heel uitdrukkelijk niet over. We hebben het over een pragmatische benadering van hoe kunnen wij het systeem zo maken dat patiënten er baat bij hebben. En als wij dat niet doen, wie doet het dan wel? Patiënten zijn in zo'n zwakke positie. Je wilt niet dat mensen die ziek zijn ook nog eens in gevecht moeten met kille gezondheidsbureaucraten die het gezondheidsbeleid bekijken op een spreadsheet, op hun computer met getallen en statistieken. Dat kan niet het geval zijn. Het is daarom ook een sociale richtlijn die hiervoor ligt. Want grensoverschrijdende zorg is natuurlijk al lang mogelijk voor wie het kan betalen. Maar wie het niet kan betalen, daar moet dus ook iets voor gedaan worden. En dat is waar wij vandaag mee bezig zijn, meneer de voorzitter. Het is ook om die reden dat ook onze fractie op het gebied van de voorafgaande toestemming, wat natuurlijk een cruciaal element hier is. En mevrouw de minister, ik stel trouwens zeer op prijs dat de raad hier ook aanwezig is vandaag. Dat daar ook over is gesproken. Voorafgaande toestemming niet om grensoverschrijdende zorg onmogelijk te maken. Dat uitdrukkelijk niet. Maar wel om serieuze ondermijning van de nationale systemen te voorkomen. Wij gaan daarmee akkoord en we gaan daarin verder dan we misschien normaal gesproken zouden hebben gedaan, maar een compromis is noodzakelijk. We vinden wel dat uitzonderingen voor zeldzame ziektes of levensbedreigende situaties op wachtlijsten noodzakelijk zijn. En wat ons betreft zouden wij ook de definitie van ziekenhuiszorg Europees vast willen leggen en niet in de lidstaten. Domweg om voor rechtszekerheid voor patiënten en voor zekerheid voor die nationale systemen te zorgen. En daarnaast vinden wij dat patiënten die dan toch al zo ziek zijn, vervolgens als er iets misgaat, niet ook nog eens een keer in een ellenlange rechtsprocedure terecht moeten komen, maar dat er een systeem van Europese ombudsman voor patiënten moet komen. We hebben natuurlijk een conflict gehad in de commissie Volksgezondheid. En ik roep ook de collega's ter linkerzijde op om met z'n allen gewoon die ideologie nou eens een keer opzij te zetten en te zorgen dat we komen met een goede richtlijn voor patiënten en een pragmatische benadering. Ik heb wat dat betreft met veel respect geluisterd naar wat mevrouw Rood-Berend hier heeft gezegd. Ten slotte veel dank inderdaad aan de rapporteur John Bowes. Hij heeft geweldig werk verricht. En ik wens hem ook van hieruit van harte beterschap. Dank u wel.